Ik ben Jasper, aangenaam. Aangenaam. Als ik het correct voor heb, studeer je in de opleiding commercieel medewerker? Ja, dat klopt. Ja. Kan je mij vandaag eens uitleggen hoe dat in elkaar zit? Jazeker, zet u maar. Ik zal alles uitleggen. Kan je iets meer vertellen hoe je eigenlijk in deze opleiding bent terechtgekomen? Ik ben eigenlijk werkloos geworden en toen nam de VDAB meteen contact met mij op. Ik moest ze altijd laten zien dat ik aan solliciteren was, maar ik heb ze ook laten weten dat het moeilijk was om een werk te vinden, omdat ik eigenlijk geen ervaring had. Toen hebben ze mij aangeboden om een opleiding te gaan volgen bij hun. En ik heb gekozen voor commercieel medewerker, ook omdat ik meer een sociaal persoon ben, iemand die veel praat. Dus ik dacht dat dat misschien toch wel iets voor mij was. En bij de opleiding commercieel medewerker, wat moet ik mij daar exact bij voorstellen? Ja, commercieel medewerker houdt eigenlijk in dat wij met klanten moeten omgaan. We moeten als een klant een order heeft geplaatst, we moeten die verwerken. Ook in contact zijn met onze collega's, die van de logistiek voor de verzendingen, die van de aankoop, zodat onze producten op tijd geleverd zijn, zodat we die aan de klant kunnen leveren. Is het veel zelfstudie of moet je ook veel naar de les komen? Het is echt veel zelfstudie. Eigenlijk krijgen we geen lezen. We komen hier allemaal in het opleidingscentrum. De eerste 4 weken krijgen we ook een agenda daarbij. Met een uurrooster van zeg maar Nederlands, Frans en de office pakket ook. Ik weet dat VDAB heel graag vacaturegericht en maatgericht werkt. Op welke manier is dat bij jou zo gebeurd? Hier hebben we veel cursisten die een totaal andere opleiding hebben. Bijvoorbeeld, ze komen hier terecht en sommigen hebben meer business skills nodig, zo'n beetje meer de softwares leren kennen. Sommigen willen al in de logistiek doen, dan gaan ze iets meer bezig zijn met het magazijn. Anderen met de aankoop, dus hoe ze een klant moeten spelen, wat ze moeten eisen, kortingen eisen. Op welke manier verloopt dan de begeleiding door jouw coach? Onze coaches zijn vooral aanwezig om ons te helpen als we problemen hebben. Maar het is eigenlijk wel de bedoeling dat je zelfstandig studeert en dat je eigenlijk vergeet dat je een coach hebt, zeg maar dat je bezig bent met de cursus. En de cursussen zijn heel duidelijk. En in principe kun je dat zelfstandig doen. Denk je dan dat de opleiding je perfect voorbereid op een job als commercieel medewerker? Zeker weten, zeker weten. Ik voel me nu veel zelfzekerder. Ik ben een totaal andere persoon dan in het begin. Ik ben hier gekomen alleen met een hoop om beter te worden en dat is volledig gelukt. We zitten momenteel in het leerbedrijf. Leuk om jou eens aan het werk te zien. Kan je eens vertellen wat je hier allemaal leert? We werken vooral met klanten. We maken ook in leerbedrijf vooral gebruik van een ERP-systeem. Een ERP-systeem is eigenlijk een systeem die helpt bij de automatisering van het bedrijfsprocessen. Je spreekt daar net over klanten. Zijn dat dan echte klanten of eerder simulaties? Ja, bij het leerbedrijf is vooral een simulatiebedrijf. Maar alles is echt, behalve het geld en dan de producten natuurlijk. Deze klanten worden dan gespeeld door een coach van ons, die ons belt. En dan moeten we dan een aantal artikelen gaan kopen of orders verwerken. Dus je werkt een stuk zelfstandig, maar ik ga er ook vanuit dat jullie ook in groep werken met je medestudenten? Zeker, zeker. Het is heel belangrijk om samen te werken hier. Het is allemaal heel echt, gelijk in een bedrijf. Dus laten we zeggen dat als ik een verkooporder ingeef, dat die van de aankoop tijd alles moeten in stok brengen. Maar stel dat het een probleem is met een verkooporder dat te laat geleverd is, ja, dan moeten we dat zo snel mogelijk gaan bespreken met de andere collega's, zodat alles goed vlotjes verloopt. Wat ook heel fijn is aan de leerbedrijf, is dat je ook heel veel leert. Niet alleen van de coaches, maar ook van de mensen rond u. Iedereen heeft een totaal andere ervaring. Iedereen komt met andere geschiedenis en als wij hier samenwerken, je leert veel uit veel mensen. Oké, Felipe, ik heb alvast heel veel geleerd van je vandaag. Ben je trouwens dan aan het solliciteren? Jazeker, ik ben eigenlijk heel druk bezig met solliciteren. Ik word nu begeleid door een coach en ik heb nu ook een afspraak. Oké, dan ga ik jou laten. Alvast heel veel succes nog met de opleiding en uiteraard een goede job. Ja, dankjewel. Dag. Dag.